Van harte welkom bij TSC TV, waarin we verslag doen van de wedstrijd TSC tegen WKE, gespeeld op zondag 18 oktober 2015. Allereerst de opstelling. Op doel bij TSC Van der Sman. Achterin Kiyomeni, Takasawa, Van Inge en Van D. Op het middenveld Noël Sanaki, Alles Kan en Nouri. En in de voorhoede vinden we De Wind, Bartels en Van Gessel. Dan de opstelling van WKE uit Emmen. Beukenveld op doel, Eleveld, Van der Linde, Kampman en Kunst in de achterhoede. Sanafika, De Graaf, IJzerman op het middenveld. En in de voorhoede heeft WKE Holder, Bakker en Kavak. Binnen de eerste minuut liet Robbie Holder TSC-verdediger Erik van Dees zijn hakken zien over de rechtervleugel. Vervolgens werd zijn voorzet door de Tielse verdediging verkeerd ingeschat en kon Henk Bakker WKE op een 0-1 voorsprong zetten. Dames en heren, de eerste minuut. Tot stand 0-1 in het voordeel voor WKE. Doelpunt te maken was nummer 12, Henk Bakker. Voor het 10 minuten om waren stond het al 0-2. In het strafschopgebied ging TSC-verdediger Walter Kiyomeni een duel aan met Bakker. Bakker liet zich gewillig vallen en scheidsrechter Thijs trapte in de val van de speler van Emmen en wees onmiddellijk naar de stip. Omar Kavak verzilfde het buitenkantje van WKE. 0-2. TSC zat niet bij de pakken neer en zette de gasten uit Emmen onder druk. Sven van Inge probeerde doelman Raumond Beukenveld met een omhaal te verslaan, maar dat lukte niet. Kort hierna liep WKE-verdediger Nick de Graaf tegen een gele kaart op. Oppassen geblazen dus voor de speler van WKE. De 1-2 kwam er toch, na 26 minuten. Antoine van der Linde hield TSC-spits Jip Bartels vast in de 16 en kreeg een strafschop, die hij verzilverde. De 1-2 was dat. De ene na de andere aanval rolde vervolgens op het doel van WKE af, maar Bartels en De Wind kregen de ballen niet in. Geklungel in de verdediging van TSC na 35 minuten liep wel goed af voor TSC. Namens WKE stelde Omar Kavak doelman Van der Sman op de proef, die er goed het oog in had. Op slag van rust ging een schot van Bartels nog net naast het doel. Na de rust kwam nieuweling Obi Onyeike van D vervangen en dat bleek een goede greep van trainer Frits van der Berg. Na 2 minuten kreeg Bartels een uitstekende kopkans uit een voorzet van Kiyomeni die hij net naast het doel kopte. WKE kon alleen een keer gevaarlijk worden toen Van Inge werd vastgehouden. Doelman Van der Sman redde echter met zijn voet. De beste kans van WKE kwam na 61 minuten. Holder kopte in, maar met een enorme reflex redde Van der Sman. TC ging vol voor de gelijkmaker en kreeg kansen. Onder andere van Bartels, Matthijs van Gessel en Mohamed Nouri. Maar die gingen er alle drie niet in. WKE-verdediger Erik Eleveld mocht niet klagen toen hij in de 76e minuut slechts geel kreeg na een aanslag op Van Gessel. TSC wilde de dik verdiende gelijkmaker, maar kreeg die niet. TSC staat na de nederlaag op de derde plaats in de topklasse achter WKE en AFC.
Ondanks deze verliespartij kregen de ruim 700 bezoekers op Sportpark de Lok een mooie pot voetbal voorgeschoteld. Op basis van het spel van de hele wedstrijd, 2 punten extra mee naar huis? Ik denk als je de kant van Tech bekijkt, dan zullen ze waarschijnlijk zeggen van ja, gelijkspel was terecht. Misschien qua veldspel wel. Alleen ik denk als je ziet dat wij op basis van 90 minuten lang hebben weggegeven qua echte kansen, denk ik nagenoeg niet. Zelf kunnen we wedstrijd misschien nog door een enorme kopbalkans nog iets eerder de wedstrijd in het slot gooien. Ja, en je weet, als je met 2-0 achter staat en op een gegeven moment wordt het nog 2-1, ja, dan weet je dat Tech gewoon een hele goede voetballende ploeg is. Die alles zal geven om te gaan. Dus logisch dat je achteruit gedrongen wordt. Maar goed, ja, misschien een punt, maar ik denk dat het niet raar is dat wij winnen, laat het zo zeggen. Een hele volwassen ploeg, dat is WKE. De laatste 20 minuten hebben jullie de wedstrijd als het ware gewoon dood kunnen maken. Ja, dat is ook zo. Maar we hebben veel ervaring in de ploeg. En jongens die weten hoe het spelletje gespeeld moet worden. Ook als je ziet dat je vandaag in principe ten opzichte van vorige week 4 basisspelers, wat ook ervaren jongens zijn, mist. Nou, als je dan dit op de mat kan leggen nog een week later, dan ben ik daar wel heel trots op. Jullie staan bekend als een hele fysieke sterke ploeg. Vorige week 3 gele kaarten geloof ik, of rode kaarten zelfs gevallen, klopt dat? Ja, vorige week hadden wij in de slotminuten 3 keer rood, maar wel door 2 keer geel. Maar goed, het wordt heel vaak gezegd, WKE is een fysieke ploeg, maar dat waren we ongeveer 15 jaar geleden, waren we altijd fysiek sterk. En volgens mij komen we nooit meer van die naam af, maar ik denk als je onze ploeg ten opzichte van andere ploegen bekijkt, ja, dan denk ik niet van waarom hebben we het altijd over een fysieke ploeger. Maar goed, als je die naam eenmaal hebt. Terugkijken naar die tweede helft. Er werd een gele kaart gegeven door de scheidsrechter. Dat had ook rood kunnen zijn, hè? Met Erik Eleveld bedoel je? Nou, ja. Ik vond het absoluut geen rood. Maar volgens mij is hij gewoon te laat. En hij raakt die man. Maar als we volgens mij daarvoor rode kaarten gaan geven, dan zijn we nog wel volgens mij even bezig. Eventjes snel de wedstrijd doornemen. Na 10 minuten 2-0. Ja, toen ik een droomstart. We begonnen heel goed en scherp aan de wedstrijd. Dat was ook eigenlijk afspraak met hoe we druk wouden zetten. Nou, dat kwam eigenlijk perfect uit. En kom je door een beetje een halve rommel goal komen op 1-0. Daarna een strafschop. Wel of niet terecht kon ik niet zien, want het was heel ver bij mij vandaan. Schieten we goed binnen. Ja, dan sta je na 10 minuten sta je op 0-2. Dat is natuurlijk, in principe is dat een droomstart. En alleen je weet ook dat Tech gewoon een hele goede voetballende ploeg is met heel veel kwaliteit. Dus je weet ook dat er momenten gaan komen dat je het gewoon lastig gaat krijgen. Nou ja, goed, en dat zie je ook. Veel voetbalvaardige spelers, veel beweging, veel snelheid. En vind ik een hele slimme, goede spits die balvast is, maar ook snel is. En ja, gewoon eigenlijk gewoon een hele complete ploeg. En dan weet je dat je het gewoon lastig gaat krijgen soms. Maar goed, WKE doet vrolijk mee daar bovenin in de competitie. Waar gaan jullie eindigen? Hoe gaat het lopen? Ja goed, begin van het seizoen was dat heel lastig in te schatten, omdat we natuurlijk heel veel verschuivingen gehad hebben in de selectie. Dus dan wil je eigenlijk even een wedstrijdje of 8-9 afwachten waar je staat. En ik denk als je na 8-9 wedstrijden volgens mij 18 punten hebt, dan kun je niet meer als tevreden zijn. En dan moet je gewoon zeggen van joh, wij willen gewoon proberen om bij de eerste 7 te komen. En dat is iets waar wij gewoon volle bak voor gaan. Frits, jammer hè? Ja, zeer teleurgesteld. Zeer teleurgesteld. Waarom? Ja, dat we eigenlijk 80 minuten lang eigenlijk achter de feiten aan het lopen zijn. We geven de wedstrijd weg in 10 minuten tijd. En wij hadden ons anders, ja, we hadden echt een ander begin willen hebben. Je hamert daarop, de jongens weten het en toch gebeurt het. Ja, we weten dat het ging gebeuren. We wisten ook dat ze zo zouden starten. Hè, met heel veel herrie en met veel pressie. Want ze weten dat wij dat graag willen spelen. Ja, en toch gebeurt het. En dan zie je toch dat het toch weer gebeurt door individuele fouten. En dat hebben we duur moeten betalen. Nou, WKE is natuurlijk wel een hele fysieke, degelijke ploeg. Als je ziet hoe ze vanaf de 70ste minuut eigenlijk die wedstrijd doodmaken. Is knap. Ze maken de wedstrijd echt dood. En dat hebben ze ook hebben ze kunnen doen. Omdat het op een gegeven moment min of meer, ik zeg niet toegelaten wordt. Maar het gebeurt gewoon. En we weten ook dat gaat gebeuren. Dus je kunt niet voorkomen dat hun dat doen. Dus gewoon terecht dat het ook gebeurt. Ik zou dat ook doen bij zo'n stand 2-1. Logisch. En die back die ze hadden die op Curtie de Wind stond. Nou, ja. Dat is de eerste back die ik gezien heb die Curtie de Wind in zijn tang had. Nummer 11 van hun was fantastisch. Die heeft Curtie uit de wedstrijd gespeeld. We hebben hem ook echt moeten wisselen. Want hij ging geen dreiging van hem uit.
Moet er wel bij zeggen, moet ook eerlijk in zijn. Kijk, Kurtley is wel een tijdje weg geweest. Ik bedoel, en of dat hij nog een stap moet maken weer naar die 100%. Ik denk dat dat ook het geval is, maar dat heeft vandaag niet kunnen laten zien. Jammer. Jip Bartels heeft 2 weken niet gevoetbald, ja. En ook dat was te zien, hè? Jip was moe. Ja, Jip was moe. Ik had de indruk dat hij de laatste 20 minuten dat niet meer kon brengen. En terwijl hij die scherpte wel in de eerste helft had. Maar die scherpte was er niet meer in de slotfase. En dan krijg je wel vaak de kansen. Dat is jammer. En dat heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk dat TSC hier heeft verloren. Ja, dat heeft. Ik zeg niet alleen dat de oorzaak is. Maar wij hebben, ik vind nogmaals, en dat blijf ik zeggen, we hebben de eerste 10 minuten hebben we de wedstrijd verloren. Niet over 90 minuten. En wij hebben 80 minuten geprobeerd te repareren. Nou, dat is even gelukt na een minuut of 20, 21, 25 geloof ik zo'n beetje. En dan heb je nog een hele tweede helft. En we hadden gehoopt dat we juist in die tweede helft met het voetbal wat we kunnen spelen, om het dan toch recht te trekken. Alleen het is een verdienste en chapeau voor week 1 dat ze dit vastgehouden hebben. Al met al, Frits, het blijft spannend. Soms gaat het goed, soms gaat het slecht, maar het blijft een mooie competitie. Het blijft een mooie competitie en als we eerlijk moeten zijn, dan we hadden kunnen zeggen, jongens, we hebben na 9 spelronden staan we op 16 punten. Het was wel heel fijn geweest als we na 9 wedstrijden op 19 punten hadden gestaan. Dat had ik wel heel prettig gevonden, maar het zat er vandaag niet in. Matthijs van Gessel, toch jammer hè, verloren. Zeker jammer. Onnodig 2 doelpunten weggegeven in het begin. En ik denk later heel goed gepakt en goed gevoetbald. Alleen dat is niet voor het eerst hè, dat na 10 minuten dat er een achterstand op het scherm staat. Word je daar zelf ook nog niet moedeloos van? Ja, zeker. Iedereen. Niemand wil het. We willen er allemaal voor gaan vanaf het begin. Alleen blijkbaar moet het nog scherper vanaf het begin, want dit is niet de eerste keer. Je hebt heel degelijk gevoetbald. Daarom ook man of the match van DEC. Beschrijf zelf even de wedstrijd. Dankjewel. Heel slecht begonnen de eerste 15 minuten. Ik denk heel onzeker. Ik denk dat we niet echt durfden voetballen in het begin, te weinig. En verdedigend gewoon te veel weggaven en niet te kort op zaten. Daarna, na die 2 doelpunten, voetbalden we heel goed. Kregen we nog een aantal goede kansen, alleen scoren niet. Ja, die penalty scoren we daarna. Alleen daarna denk ik te weinig gecreëerd. Met het spel wat we hebben laten zien, hadden we wat meer moeten creëren. Ja, jij zelf, een aantal goede kansen in de tweede helft. Kan zomaar goed voor je voeten vallen. Dat gebeurde jammer genoeg niet, hè? Ja, ik had 1 goede kans op het einde hier, dat ik de 16 in ging. Ik denk dat ik hem had moeten scoren. Ik weet wel zeker dat ik hem had moeten scoren. Dat ik had meer mee moeten doen. Maar ja, het is Wat niet is, dat is niet. Dat is jammer natuurlijk. Hey, eventjes terugkomend op die overtreding in de tweede helft. Was dat rood? Ik vind van wel. Ik ga hem voorbij naar binnen. Hij is gewoon veel te laat en haalt volop uit eigenlijk op mijn knie. Ik vind het een rode kaart. Alleen ja, scheids beslist anders. Een nieuwe aanwinst van TSC staat voor de camera. Obion Jijken, stel jezelf voor. Ja, ik ben Obion Jijken. Ik ben 23 jaar. Ik woon in Doorn. En het is mijn eerste seizoen hier bij TEC. En ik heb in de jeugd van Utrecht gespeeld, 5 jaartjes. Vervolgens ben ik overgestapt naar Dordrecht. Daar ook mijn debuut gemaakt in betaald voetbal. En een aantal wedstrijden gespeeld. En het was een mooi jaar. We hadden ook promotie afgedwongen naar de Eredivisie. En het jaar erop, dus vorig seizoen, speelde ik bij Hereford United in Engeland. En dat is natuurlijk ook een belevenis geweest. Ja, dat is een mooie stap. Ook weer een mooie ervaring. Natuurlijk, die Engelsen zijn natuurlijk anders dan Nederlanders. Ze hebben een andere beleving ook van voetbal. Veel meer fysiek of niet? Ja, het is wel echt fysiek voetbal. En er waren wel teams tussen die zeg maar, ook wel gewoon de bal op de grond wilden houden. En gewoon goed wilden voetballen. Maar of de meeste teams speelden wel die lange ballen en zo. Ja, veel fysiek, ja, klopt. En je wilt het plezier weer terugkrijgen in het voetballen. En dat doe je hier bij TSC. De eerste wedstrijd, jouw indruk? Ja, het is me goed bevallen ook. Mijn debuut, persoonlijk kan ik wel tevreden zijn. Natuurlijk ben je niet blij met het resultaat, want je wilt altijd winnen. En dat is het enige negatieve eraan. Voor de rest ben ik wel tevreden. En over mijn eerste week ook hier bij TEC ben ik ook positief. Ik ben gewoon goed opgevangen door de club en door het team. En smaak naar meer eigenlijk. Dan nu de uitslagen van de op 18 oktober gespeelde wedstrijden. OJC Rosmalen tegen Maghreb 90, 1-1. Sneekwit-Zwart tegen HBS, 3-0. Hercules de Treffers, 1-5. VVSB FC Linden, 0-0. TEC WKE, 1-2.
HSC 21 Koninklijke HFC 4-0. AFC uit Amsterdam EVV 0-0. En JVC Kuik tegen UNA 2-0. De stand na 9 speelronden. WKE uit Emmen bovenaan 18 punten. AFC uit Amsterdam 17 punten. TSC 16 op de derde plaats. VVSB 14. UNA 14. Hercules uit Utrecht 14 punten. FC Linden vinden we terug op de 7e plaats met 13 punten. En het linker rijtje wordt gesloten door JVC Kuik met 13 punten uit 9 gespeelde wedstrijden. De eerstvolgende thuiswedstrijd van TSC is op zondag 8 november en begint om 2 uur. Dan wordt op Sportpark De Lok de wedstrijd TSC De Treffers uit Groesbeek gespeeld. Tot zover deze aflevering van TSC TV. Graag tot de volgende keer.